Wanneer je werkt met part-time medewerkers met vaste werkdagen, moet je met een aantal zaken rekening houden bij het invoeren van wekelijkse werkuren en salarissen, het opstellen van werkroosters en het toekennen van vakantiedagen. Wekelijkse werkuren en salarissen instellen. Laten we eerst eens kijken hoe we het salaristype kunnen instellen voor medewerkers met vaste werkdagen. Part-time medewerkers krijgen ofwel een vast bedrag per maand betaald, ofwel worden ze per uur betaald. Je kunt dit instellen in hun medewerkersprofiel. Klik in het tabblad Salaris op Salaris toevoegen en kies vast salaris of uurloon. Bij een vast salaris voer je het fulltime salaris in en vervolgens het aantal uren per week. Personio berekent vervolgens hoeveel zij daadwerkelijk betaald krijgen op basis van de verhouding tussen hun parttime uren en de fulltime uren die voor de afdeling zijn vastgelegd. Als je wilt, kun je ook eerst de uren per week invoeren en dan het daadwerkelijke salaris dat voor die uren wordt betaald. Selecteer de datum vanaf wanneer dit moet gelden en klik op opslaan. Voor medewerkers die per uur betaald worden, selecteer je uurloon, voer je het uurloon in en klik je op opslaan. Deze medewerkers zullen dan worden betaald voor de uren die ze tijdens de loonperiode in het tabblad aanwezigheid hebben ingevoerd. Werkroosters en verlofrechten instellen. Het werkrooster legt de normale werkdagen vast en berekent de maandelijkse doeluren voor toegewezen medewerkers. Daarnaast wordt het rooster gebruikt om verlofrechten te berekenen en overuren bij te houden. Om een werkrooster in te stellen, ga je naar instellingen, werkuren en afwezigheden, aanwezigheid en voeg je een werkrooster toe. Verdeel het totale aantal uren over de vaste werkdagen die met de medewerker zijn overeengekomen, bijvoorbeeld 20 uur van maandag tot donderdag of 5 uur per dag. Voer ofwel alleen de uren van elke dag in, of voeg begin- en eindtijden en pauzes toe. Om hun verlofdagen af te stemmen op het aantal dagen dat ze werken, vind je het vakje Pro Rata Verlofdagen aan. Vul vervolgens het standaard aantal werkdagen voor fulltime medewerkers in. Dit cijfer wordt gebruikt om de vakantiedagen te berekenen. Als een fulltime medewerker bijvoorbeeld van maandag tot vrijdag 5 dagen werkt en 25 vakantiedagen per jaar krijgt, dan krijgt iemand die slechts 4 dagen van maandag tot donderdag werkt, 4/5 van het totale aantal, oftewel 20 dagen. Je kunt dan de werkroosters toewijzen aan de juiste medewerkers in hun medewerkersprofiel. Op het tabblad Aanwezigheid, in de sectie Werkuren en Rooster, klik je op de drie puntjes en selecteer je rooster wijzigen. Selecteer vervolgens het rooster en bepaal de datum van inwerkingtreding. Wijs altijd een datum toe. Anders wordt de huidige datum gebruikt, waardoor de berekening van de verlofdagen onjuist kan zijn. Je hebt waarschijnlijk al een afwezigheidstype zoals wettelijk verlof ingesteld, met een verlofregeling die bepaalt hoeveel dagen fulltime medewerkers in een bepaalde periode krijgen. Als je deze verlofregeling toewijst aan je parttime medewerker via medewerkersprofiel, afwezigheid, regeling beheren, krijgt hij of zij hetzelfde aantal verlofdagen, maar naar rato van het aantal dagen dat hij of zij werkt. Salarissen uitbetalen tijdens afwezigheid. Bij betaald verlof moeten medewerkers met een uurloon worden betaald voor de uren die ze normaal gesproken zouden hebben gewerkt op de dag dat ze vrij waren. Om dit te doen, schakel je voor het bijbehorende afwezigheidstype de optie geregistreerde tijd tijdens een afwezigheidsperiode van dit type als overuren beschouwen in. Het loon dat ze krijgen wordt dan berekend op basis van het aantal uren in hun werkrooster voor die dag, maal hun uurloon. Gefeliciteerd! Je weet nu hoe je salarissen, werkroosters, vakantiedagen en betaald verlof kunt instellen voor je parttime medewerkers met vaste werkdagen.